Maak je klaar voor een nieuwe luisterervaring. Eentje die is afgestemd op jouw leven. Dit zijn de nieuwste Samsung Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro. Deze Buds die zorgen voor een luisterervaring die beter is dan ooit. Aangedreven door Galaxy AI en in deze video vertel ik je er van alles over. Laat ik beginnen met wat te vertellen over Galaxy AI, toch wel de hoofdrolspeler bij deze oortjes. Zo zit er een AI-techniek in voor de noise cancelling. De binnen- en buitenmicrofoons worden geanalyseerd om jou zo het optimale geluid en de optimale noise cancelling te laten ervaren. En bovendien wordt door AI die noise cancelling zo goed dat onnodige geluiden automatisch verminderd worden, maar geluiden die je juist wel zou moeten horen, wel doorkomen. Stel, je bent lekker aan het wandelen en ze zijn ergens bij een huis aan het verbouwen. Nou, dankzij Galaxy AI weten je oortjes dan dat dat geluid gedempt moet worden. Maar als er 2 minuten later een brandweerauto met sirene voorbij rijdt, ja, dan wordt die noise cancelling weer even wat minder, zodat die sirene juist wel weer goed te horen is. En dat is ook zo wanneer je een gesprek met iemand begint. Dan wordt namelijk de omgevingsmodus actief en zo past Galaxy AI continu jouw noise cancelling aan op jouw omgeving. Maar niet alles hoeft automatisch te gaan. Je hebt zelf ook nog steeds controle over hoe je wat hoort. Met de Quick Panel feature kun je je geluid voor iedere app optimaliseren. Zo kun je voor een podcast-app instellen dat je de focus op de stemmen wil. Maar ja, als je Netflix kijkt, dan wil je juist liever 360 audio. En zo kun je voor iedere app het beste geluid instellen. En wat echt een heel vette feature is, als je deze buds in hebt en iemand praat tegen je in een vreemde taal, dan kun je de real-time translation inschakelen. De buds vertalen vervolgens wat er gezegd wordt om die vertaling in jouw oren af te spelen. En zo heb je dus eigenlijk altijd een tolk bij je, zonder je smartphone ook maar aan te raken. En als we het dan toch hebben over wat er in je oren wordt afgespeeld, het geluid dat uit deze buds komt is top. En bij de Buds 3 Pro is dat nog net wat beter dan bij de Buds 3. Beide modellen hebben hi-fi sound, maar de Buds 3 Pro die zijn uitgerust met een dubbele versterker. En dat betekent dat die oortjes heerlijke, krachtige, diepe basgeluiden kunnen produceren. En als we dan verder inzoomen op de verschillen, ja, dan komen we al snel uit bij het design. En de Buds 3 Pro hebben een wat meer premium design. En wat dat model als extraatje heeft ten opzichte van de Buds 3, dat is het lichtgevende design. Je kunt je Buds 3 Pro bijvoorbeeld met je smartphone laten blinken als je ze kwijt bent. Of je kunt gewoon een lichtje aanzetten in het donker, omdat dat er nou eenmaal vet uitziet. En je kunt de Buds 3 Pro ook laten connecten met elkaar, met andere apparaten. En ook dan zullen ze oplichten. En over connecten gesproken, als je deze buds een keer op een ander apparaat wil aansluiten dan bijvoorbeeld je smartphone, dat kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld op je Galaxy Watch en het geluid switcht dan naadloos mee. Dit was hem. Eigenlijk zijn deze Samsung Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro alles wat je zoekt in oortjes. Geweldige noise cancelling, topgeluid en wat vette features die deze buds echt uniek maken. Wil jij ze bestellen? Dat kan, klik dan eventjes hier. En in de beschrijving vind je zoals gewoonlijk meer informatie. Maar dit keer vind je er nog wat extra's, namelijk linkjes naar video's van de andere releases. Die staan hier voor me, de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 en de Samsung Galaxy Watches. Hoe dan ook, zie ik je heel graag de volgende video weer terug. Ciao!